Wat heb je nodig? Jouw schema, altijd handig. Een komkommer. Of mini-komkommers, ook lekker. 4 wortelen. Een halve bloemkool. Radijsjes als je dat lekker vindt. En kerstmaatjes. Een plank en een mesje. Een dunschiller. Een lepel. Een afvalkom en een bordje of een kom om alles mooi in uit te stellen. En een vergiet. Je kan cocktailsaus kopen of zelf maken met mayonaise en ketchup. Ik begin met komkommer. Ik heb die al even afgespoeld, maar dat moet niet, want we gaan die toch schillen. Met de dunschiller meteen in de afvalbak. Zo. Je kan hem helemaal schillen. Ik gebruik maar een stukje. En dan snij je die in reepjes. Als je het moeilijk vindt om te snijden, leg de komkommer plat. In 2. Nog eens in 2. Zo. En dan kan je die al meteen op je bordje leggen of je kom om het wat te versieren. Als volgende de wortelen. Snijd het topje eraf en het worteltje. Doe dat voor alle wortels. En dan ga je je wortel dun schillen zodat het mesje aan de goede kant zit. Neem het dikste stuk vast en gewoon pellen. Zo, 1 geschilde wortel. En zo verder. Kijk een beetje hoe groot jouw wortel is. Ik ga de mijne in 2 snijden. Maar als je een hele dikke wortel hebt, dan kan je die best in meer stukjes snijden. De wortel recht zetten en naar beneden, zodat je vingers er altijd boven zitten, altijd boven het mesje. Kan je de wortel plat leggen en verder doen. Oké. En voilà, en ook die komen direct op het bordje. Wortel in 2. Nog eens in 2. Als volgende nemen we ons bloemkool. We gebruiken alleen het wit van de bloemkool en een truc om die bladeren er gemakkelijk af te krijgen is, hou ze ondersteboven vast en snij het groen voorzichtig één voor één weg. Zo. En dan zie je de kool vanzelf komen. Als je genoeg bladeren hebt weggesneden, dan kan je het hart van de bloemkool, dat harde stuk, kan je dat er zo meteen snijden. Check! We gaan de bloemkool in roosjes snijden. Een roosje, dat is zo één stuk. Dit is een roosje. Zeg jij van, mijn bordje is een beetje klein, dit is nogal groot, en dan snij je roosje in 2. Die gooien we in een vergiet, want die moeten we zeker nog goed spoelen. Zo. De bladeren in de afvalbak. En de roosjes in het vergiet. Dit is ongeveer een halve bloemkool, denk ik. We gaan de bloemkool goed spoelen onder de kraan. Je mag daar ook een beetje zout op doen, zodat eventueel beestjes zeker dood zijn. Goed, onder het vergiet. Zo. Als volgende neem ik de radijsjes. En die kan je er eerst allemaal aftrekken, zodat het groen eraf is.
Het groen. Bij het GFT in de afvalbak. De radijzen zelf, die gaan we nu wat proper maken. Dat wil zeggen, het stukje eraan waar misschien nog wat groen aan zit, dat gaat eraf. Het worteltje gaat eraf. Dan gaat hij in het verliet. Groen eraf. Worteltje eraf. In het verliet. Ook de radijzen gaan we heel goed spoelen onder de kraan. Zo, zodat alle aarde eraf is en helemaal proper. Yes! Alleen onze tomaatjes moeten er nog bij, dus ook die gaan in het verget. Hup, hup, hup. En ook weer goed spoelen. Zo, onze tomaatjes die gaan erbij op het bordje. Dit kan ik er al een beetje opruimen. Meestal is het dan een beetje nat, neem ik. Yes. Oké. Afvalkom heb ik niet meer nodig. Vergiet heb ik niet meer nodig. Plank ook niet. Kan straks een vaatwas. Lust jij graag cocktailsaus? Dan kan je gewoon cocktailsaus in het midden doen in het potje. Heb je dat niet in huis en wil je dat graag toch eten? Wel, dan gaan we die zelf maken. En daarvoor hebben we alleen een beetje ketchup en mayonaise nodig. Ik neem mijn kommetje er eventjes van tussen. Je maakt zoveel als je wil. Zorg gewoon dat er evenveel mayonaise als ketchup in is. Neem je bijvoorbeeld een volledige lepel mayonaise, neem dan ook een volledige lepel ketchup. En meng maar. Zo, ziet er goed uit. Mijn lepel die gaat straks in de vaatwas. En mijn potje kan hier netjes terug tussen. Voilà. En zo heb je het aperitiefhapje gemaakt voor de volgende barbecue. Of voor een leuke film op televisie. Ik ga opruimen. Doen jullie dat ook maar en smakelijk. Doei!